Welkom. Jammer dat je niet bij de informatiebijeenkomst kon zijn um, dinsdag uh, over UTalent. Um, maar zo kan het ook. Ik heb een kort filmpje gemaakt uh, waar je nu naar kijkt: over UTalent, uh, uh, wie wij zijn, wat we doen, waarom zij mee willen doen en uh, wat zijn de voor- en nadelen. Dus uh, kijk even met mij mee. Um, nou, ik ben Mark Koren, de onderste in deze lijst en uh, je ziet dat Paul, Willem, Rob en Maria, we zijn met z'n vijven, zijn de tutoren van uTalent uh, en wij vertegenwoordigen alle beta-vakken. Dus alle natuur- uh, en uh, gezondheid- en natuur- en techniek uh, profielen. die vakken die vertegenwoordigen wij. En je ziet hier rechts onderin, onder mij, onder mij zie je foto's van wat, uh, eh, wat er allemaal gebeurt uh, tijdens uTalent. Uh, Um, wat wij doen? Nou, op uh, dinsdag het zesde uur komen we bijeen. En um, of je les hebt of niet. Ja? Dus als je les hebt, dan ga je niet naar je les, maar dan ga je naar U-Talent. Als je geen les hebt en je bent al vrij, dan uh, kom je naar U-Talent. Um, we doen drie uh, projecten per jaar. En die sluiten we af met een symposium. En dat symposium: uh, um, daar nodigen we uh, soms uh, docenten uit, soms uh, je ouders en uh, andere geïnteresseerden die willen komen. Um, eigen keuzes ja, die eigen keuzes uh, maar ook uh, betekent van dat je mag onderzoeken wat je wil uh, binnen de marges van wat de mogelijkheden zijn uh, wij hebben ook heel veel projecten hebben verzameld en gemaakt dus daar kan je ook mee aan de slag um, het enige wat we eigenlijk van je eisen is dat je wel hard eraan werkt dus het, is geen, uh, het kan heel gezellig zijn maar het is vooral ook hard werken, maar dat is leuk um, als het goed is en eventueel uh, wat wij doen is, uh, uh, eventueel kan je uh, na het vierde jaar, dus na 4 VWO, kan je ook doorgaan uh, op de universiteit. Dan ga je twee dagen per maand ga je naar de universiteit en daar doe je ook aan U-Talent mee. Dat zijn wel uh, spannende dagen waarin je les krijgt van professoren. Daarover later iets meer. Um, ja, waarom uh, zou je mee willen doen? Nou ja, uh, wij en uh, met ons uh, al deze leerlingen, we vinden Beta leuk. Ja, we vinden het leuk om onderzoek te doen. We vinden het leuk om dingen te weten. Af en toe organiseren we tripjes, zoals je hier in het midden ziet, zie je acht door de sterrenkijker in de sterrenwacht kijken. Um, we, we organiseren het een en ander. Hè, maar je moet het gewoon ook leuk vinden. Um, de links die je hier ook weer ziet, hè, die blauw gemarkeerde links, die zal ik onderin, uh, onderin de. Box, die kan je dus ook weer hieronder, hieronder vinden, onder mijn uh, filmpje. Daar kan je op klikken en dan kan je twee uh, uh, filmpjes uh, ook nog uh, zien. De ene over dit filmpje, waarin, uh, waarin twee leerlingen een eigen onderwerp hebben bedacht. En uh, misschien een beetje gruwelijk voor sommigen, maar die ontleden een uh, lammetje, wat dood is. En de tweede is, een, uh, is, een, is een, leuk, uh, een leuk filmpje van een leerling die, die gemaakt heeft van een symposium. Goed, wat zijn de voordelen? Nou, de voordelen is dat je bent met uh, gelijkgestemden. En wat bedoel ik daarmee? Nou, ja, mensen die net als jij Bert al leuk vinden en het leuk vinden om dingen te onderzoeken. Uh, we hebben leuke projecten. Uh, als je het campusprogramma, uh, als je daarvan weet, of uh, je wil daarvoor in aanmerking komen, ja, dan moet je echt met het schoolprogramma meedoen in 4VWO. Uh, nogmaals, uh, ook een voordeel: je gaat wel aan het werk. Uh, het is dus niet vrijblijvend. Je kan niet. Je kan niet gewoon maar kijken en meedoen en een beetje chillen. Um, dan uh, zit je niet op je plek, denk ik. Hoe um, kom je in aanmerking? Nou ja, voor 16 juni um, kan je opgeven op deze website. Uh, daarin komt er dan een boxje te staan waarin je je naam, je klas en een korte motivatie beschrijft waarom jij mee zou doen. Um, ik heb al je cijfers um, en op basis van je cijfers en je motivatie. ...selecteren we wie er mee mogen doen. Um, tot nu toe hebben we altijd moeten selecteren. Dus denk goed na over die motivatie. Misschien kan iemand je helpen. Je ouders, grotere broer of zus. Ja, met een goede motivatie schrijven. En uh, wie weet kan jij eh, ook een reden verzinnen... ...voor dat ene cijfer wat net niet helemaal lekker is... ...waarvan je denkt van... ...daar zou ik wel eens door de mand mee kunnen vallen. Of daar zou ik wel eens op uh, afgekeurd kunnen worden. Ik ben zeer geïnteresseerd in wat jullie gaan schrijven. Ik hoop um, ja, op uh, veel aanmeldingen. Maar het spijt me alvast erg als wij toch moeten selecteren en je er niet bij kan komen. Wie weet, ja, zien we elkaar volgend jaar. Um, heb je vragen? Zoek mij op op een van de andere mensen die je daar zag staan. En um, ja, we horen het graag. Tot ziens!